Dit is alweer de laatste video van dit jaar, en dus het juiste moment om te gaan kijken naar mijn aandelenportefeuille. Ik zal niet gaan vertellen welke aandelen je moet kopen of moet verkopen, maar het is juist puur bedoeld om te gaan kijken welke aandelen heb ik en waarom heb ik deze posities of welke aandelen heb ik dit jaar verkocht en waarom heb ik die verkocht. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werk we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. In deze video gaan we dus weer kijken naar mijn portfolio, naar mijn aandelenportfolio bij de Giro. Dat is iets dat ik regelmatig doe. Ik vind het interessant om dat ook voor mezelf te bekijken: van hoe is het zo? En dan kan ik ook later terug gaan kijken naar waar was ik toen, een jaar geleden, bijvoorbeeld. Wat heb ik in de tussentijd gedaan en wat is het rendement daarvan geweest? Ook jullie vinden het altijd interessant om dit te gaan bekijken. En dus is het ook heel belangrijk om te kijken van als we het jaar afsluiten met het portfolio dat we zo meteen gaan bekijken, hoe ben ik dan het jaar begonnen? Het bedrag in ieder geval aan het begin van het jaar. Was 154.609 euro. De laatste portfolio-update heb ik gemaakt begin augustus. Toen was het zo rond de 190.000 euro. En dat is ook een beetje het bedrag dat we nu zo meteen gaan zien. Als we nog een paar goede dagen hebben. En iets eerder toen ik deze video voorbereidde, ging het wat beter op de markt. Toen zaten we zo rond de 195.000 euro. En dat is dus ongeveer 50.000 euro meer. Ten opzichte van het begin van het jaar. Dat is al heel erg goed. Dat is namelijk 33% op dat bedrag van het begin van het jaar. Maar je moet ook rekening mee houden. Uh, een paar maanden geleden, eigenlijk sinds die laatste portfolio-update, en nu. Heb ik ook nog wat uh, posities gesloten of wat verkleiner gemaakt, wat aandelen verkocht. En ik heb daarom ook 50.000 euro uit mijn aandelenportfolio gehaald. Dus als we dat erbij zouden tellen, zouden zo rond de 240.000, 250.000 euro zijn gekomen. En dan hebben we het in één keer over een toename van bijna 66% ten opzichte van het begin van het jaar. En als je dat weer gaat zo bedenken, het is natuurlijk een heel erg goed beursjaar geweest. Dat heb ik ook al laten zien in de vorige video om te kijken van kunnen we de beurs verslaan? Nou, dat is niet gelukt in mijn geval met dat andere portfolio dat ik heb. Um, maar ja, de beurzen lieten gewoon heel vaak zien. Gemiddeld geloof ik 23 Onze eigen AX zit zo rond de 27 rendement dit jaar. Dat is al heel erg goed. In dit geval is het dus ja, bijna, of meer dan het dubbele eigenlijk. Dus dat is helemaal goed, ben ik... Heel tevreden mee. Maar laten we dus niet langer wachten. Maar juist over gaan stappen naar mijn portfolio op dit moment. En het portfolio, zoals ik heb gezegd. Dat is het portfolio dat ik heb bij de Giro. Dat is eigenlijk waar ik de meeste aandelen. Het meeste geld heb zitten. Mocht je nou trouwens zelf ook willen beginnen met beleggen. Wil je een account openen? Maak dan gebruik van de affiliate link onder deze video. Op die manier kost het jou niets extras. Maar je helpt wel het kanaal. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. En kijken dan naar de Giro. Naar mijn portfolio. Als we inloggen. Zoals gezegd. Bovenaan zien we nu ongeveer. Uh, net geen 193.000 euro. Um, dat varieert nog een beetje. Sommige posities op sommige momenten gaat het heel goed. Niet heel lang geleden, toen ik inlogde bijvoorbeeld, stonden we hier nog in de plus. Nu staan we zo'n 2% in de min. Maar zoals je ook kunt zien, procentueel gezien, is dat niet zo'n ja, zo heel groot percentage. Omdat het bedrag steeds maar groeit. Uh, wat denk ik vooral interessant is om eerst te gaan kijken in plaats van de posities die ik nu heb, ook even de posities die ik gesloten heb. En dan sorteren we even op de verlieslatende posities, waar ik dus verlies heb geleden. En dit zijn soms posities geweest die ik dit jaar heb verkocht. Maar het kunnen ook per, uh, posities zijn geweest die ik al langere tijd geleden heb verkocht. Bijvoorbeeld, GoPro heb ik echt jaren geleden gekocht. ING is misschien wel het eerste aandeel dat ik ooit gehad heb. Maar als we zo gaan kijken, dan zien we hier een. Tiental posities in totaal die ik dus inmiddels al gesloten heb... en waarvan we in de min staan. Al valt het gelukkig wel mee met de bedragen van het verlies. Galapagos was de grootste verlies met zo'n 400 euro in de min. Um, ik dacht, laat ik dat kopen na een flinke daling. Dat corrigeert alweer. Nou, dat corrigeerde dus helemaal niet. Volgens mij staan we nu nog stukken lager... want ik ben geloof ik zelf ooit rond de 110 euro ingestapt... en rond de 70 euro uitgestapt, geloof ik. Um, heb ik wel wat van geleerd... Zoals ik ook in de vorige video al zei... toen heb ik Murk verkocht in dat andere portfolio. Farmaceutische bedrijven. Het is gewoon iets heel apart. Je moet er heel veel van weten. Um, en dat had ik niet. Het was meer een soort van gokje. Nou, dat heeft dus slecht uitgepakt... want het is meteen mijn grootste verlies dat ik heb. Wat verder opvalt zijn vooral kleine partijen... wat Nederlandse partijen. Um, eigenlijk niet zo heel speciaal, zou ik zeggen. De meeste posities van die ik gesloten heb dit jaar... Zijn vooral dus posities geweest waar ik uh, winst heb genomen, juist gesloten heb, omdat het zoveel meer waard was geworden. Dat ik inmiddels denk: van hiermee hebben we voorlopig even de piek bereikt. Nou, draaien we dan even om. Kijken we bijvoorbeeld naar Alfen. Alfen, een bedrijf dat ik begin van het jaar nog wel had. Um, als ik even ga kijken, toen had ik 100 aandelen op dat moment. was toen 8000 euro waard. In totaal heeft Alfen maar bijna 7000 euro uh, winst opgeleverd. Hele mooie positie. Ik heb toen ook al uit aangegeven, voor mezelf zag ik het telkens rond de 100 euro dat ze last mee hadden en dat het vaak terugviel naar 4 of naar 80. Nou, dat hebben we de laatste tijd zien gebeuren. Alleen voor mij is het nog niet het moment geweest om opnieuw terug in te stappen. Ik vind Alphen interessant, maar mogelijk te weinig onderscheidend eigenlijk. Dus ze hebben geen unieke producten, heb ik het idee. En ook het management, de directie heeft eerder dit jaar alles zo rond de 60 euro verkocht. Dus ook iets om in ieder geval in de gaten te houden of te onthouden. Uh, wel een interessant bedrijf, zoals gezegd. Albemarle verkocht met een behoorlijke winst. Maar na de hand was het aandeel nog veel verder omhoog geschoten. Ik vond volgens mij ergens 200 dollar al heel, heel hoog gewaardeerd. Nou, het heeft alleen maar beter gedaan. Wel een interessant bedrijf. Wat betreft grondstoffen, die je dan ook weer nodig hebt met elektrische voertuigen, de energietransitie. Misschien zie je het al wel een beetje terugkomen in al mijn posities die ik vaak heb gesloten. Hangen allemaal wel een beetje rond dat thema samen. Alphen natuurlijk daarmee. Ook plugpower. Um, ...aandeel dat vorig jaar echt omhoog schoot... ...of ja, eind vorig jaar geloof ik. Um, daar heb ik winst op kunnen pakken... ...maar ook heel hard naar beneden zakte. Um, mooie positie in ieder geval. Zo zien we nog wel wat meer dingen. Ik. ik zal niet elke positie gaan noemen... ...maar wat we vooral zien is... ...we zagen wat verliezen die gelukkig klein waren. Hier zien we vooral winsten die ik heb genomen... ...dat dat grotere bedragen zijn... ...omdat er meer posities zijn geweest... ...die uh, voor winst hebben gezorgd. FlatX de Hero bijvoorbeeld een keer gehad. Microsoft... Um, Visa ook alweer een tijdje geleden. Orkimodo, een soort van elektrische auto's, elektrische driewielers. Virgin Galactic, ook vorig jaar heel erg, ja, heel erg hot zeg maar. Um, uiteindelijk nog net een klein beetje met winst kunnen verkopen. Dus dat was ook gelukkig heel goed. Want volgens mij gaat het nu ook weer inmiddels daar een stuk minder mee. En zo scrollen we even naar beneden tot we uiteindelijk weer op de nul uitkomen. Dat je een beetje een idee hebt van welke bedrijven ik dus ja, de laatste jaar, maar eigenlijk de laatste tijd gewoon af. Altijd al heb verkocht. Maar laten we dan weer even terug scrollen naar boven. En het veranderen van de gesloten posities naar de open posities. Oftewel de posities die ik op dit moment heb. Laten we ook daar weer even gaan sorteren op eerste verlieslatende posities. Want die zijn er ook zeker. Als we even gaan kijken. Dit zijn al mijn posities. En ja, laten we zeggen dat de helft daarvan, inmiddels in de min staat. Dat kan zijn omdat ik ze bijvoorbeeld dit jaar heb geopend. En zeker sommige aandelen. Eerder dit jaar zagen we erbij heel veel aandelen. Die populair waren, waar misschien een hype was, dat we daar uiteindelijk in mei geloof ik het hoogtepunt hebben bereikt. En na de rand ja, heel veel aandelen weg zijn gezakt. De beurzen staan over het algemeen wel hoger dan eerder dit jaar. Maar dat komt vooral omdat een paar bedrijven in die, in die beurzen echt een zwaar gewicht zijn, zoals ik eerder ook al aangaf, bij de SP 500 in Amerika. 500 bedrijven, maar 5 van, 5 van die bedrijven, 1% dus, uh, die zijn goed voor een derde van de alle winsten. Dat zijn Facebook, Amazon, uh, Netflix, Google, Microsoft bijvoorbeeld. Dus kijk goed van um, ja, hoe ver zijn deze bedrijven vertegenwoordigd. Ook in de AIX is dat het geval. Dus dat is een beetje het idee. Ontex is bijvoorbeeld een aandeel, um, volgens mij een layer Ik dacht, oh dat is wel interessant voor als we eventueel een vergrijzing gaan krijgen of misschien ook wel meer een babyboom met... Ja, nu iedereen heel veel vrije tijd heeft bijvoorbeeld. Nou, tot nu toe niet heel goed uitgepakt. Min 38% in de min. Pinterest was zo'n aandeel ook een gokje. Zakte heel hard in. Uh, ik denk, oh, als we gaan kijken naar de grafiek, dat gat gaan we wel weer opvullen. Dat gaat misschien ook wel opgevuld worden, maar inmiddels is dat nog niet gebeurd. En is het aandeel nog verder onderuit gegaan. 35% eraf. Nio, een aandeel dat heel populair is, uh, waar ik een lange tijd in de plus heb gestaan. Maar de laatste tijd gaat het niet zo goed met het aandeel. Niet zo goed met het bedrijf, volgens mij gaat het wel redelijk. Maar met het aandeel niet zo, is niet zo populair meer misschien. Wel iets waar ik denk van in de lange termijn, ja, ik geloof er nog steeds wel in. Het is echt een bedrijf dat niet alleen plannen heeft, maar ook echt al flinke productie heeft van zo'n 7.000 tot 10.000 auto's in de maand. Dus de basis is er, dat moeten ze alleen nu nog uh, flink uitbreiden. Palantir ook echt iets voor de lange termijn. Data wordt steeds belangrijker. Um, ik denk dat het heel veel potentie heeft. Alleen, ja, tot nu toe hebben we dat nog niet gezien. Alibaba, dat is ook zo'n bedrijf dat ik eerder dit jaar... of een paar maanden geleden volgens mij ben begonnen met kopen. Inmiddels heb ik twee of drie keer iets gekocht. Um, ik wil mijn positie niet te groot gaan worden, laten worden. Want uh, even kijken, hoeveel is het nu waard? Oh, zo'n... Nee, even kijken. 4500 euro. Kijken we ten opzichte van het totaal... Dan zou dat zo rond de 2,5 tot 3 procent zou ik het waard willen laten zijn. Omdat het gewoon wel heel uh, op dit moment wat risicovoller is. Het bedrijf, het aandeel is helemaal niet populair. Vooral omdat China natuurlijk een heel belangrijk um, ja, hot item is op de beurs. Gaat dit aandeel misschien van de beurs af? Wat heeft dat dan voor effect op de koers? Uh, daarom, ja. Daarom is het niet geliefd, maar als we gaan kijken naar de cijfers van het bedrijf. en als ik een waardering maak, dan ligt die stukken hoger dan de koers op dit moment. En dat is voor mij een reden om toch een positie te nemen. We staan dan wel in de min, maar dit is echt een aandeel wat ik de komende jaren wil houden. Goed wil kijken, misschien eventueel iets wil laten uitbreiden. als mijn totale waarde toeneemt, dat het zo rond die 2,5, 3 procent blijft. Omdat ik denk dat de risico, vind ik het in ieder geval waard om die positie toch te nemen. CM.com, dan heb ik vandaag trouwens nog bijgekocht. En um, ik weet niet of we dat hier kunnen zien. Ja, we zien hier: CM heb ik gekocht vandaag. 75 stuks. Uh, Nouveau Monde en Barrick Gold. Maar op die twee posities komen we zo meteen nog wel. Um, het is gewoon niet het moment op dit moment voor CM.com. Uh, vorig jaar naar de te gaan, geloof ik, hier in Amsterdam. Heeft al een stuk hoger gestaan. Nu ook weer een stuk lager. Ik denk wat CM doet is eigenlijk. Um, Sms'jes sturen bijvoorbeeld, of uh, zo meteen wanneer uh, weer festivals komen, of wanneer Zandvoort, bijvoorbeeld de Formule 1, de tickets allemaal via mobiel, dat wordt bijvoorbeeld geregeld door CM. Dus iets wat de komende jaren heel veel gebruikt gaat worden, alleen op dit moment niet zo heel veel. Ja, misschien je sms'jes van je huisarts of van het prikken, bijvoorbeeld, die zouden volgens mij nog wel eens via CM kunnen komen. Ik denk vooral dat het in de toekomst weer um, een stuk beter moet gaan voor dit bedrijf. Nouveau monde, zoals gezegd, um, is graphite. Grafiet, dat heeft weer te maken met de elektrische auto's, de accupakketten. Ook weer echt iets voor de lange termijn. Um, heb ik vandaag dus de positie van uitgebreid. Barrick Gold, eerder dit jaar gekocht met het idee... mocht het nou helemaal misgaan op de beurs, dan wordt vaak goud interessant. En wie profiteert daarvan? Bedrijven die goud delven. Nou, tot dit moment is het nog niet zo uh, goed gegaan. Stond een groter verlies, maar ik heb vandaag bijgekocht. Dus procentueel gezien... Is het wat kleiner? Ik heb mijn positie ongeveer verdubbeld. Ik dacht dat het zo 1800 euro eerder vandaag was. En nu dus zo'n 3250 euro. En dan komen we eigenlijk alweer aan bij de posities die in de plus staan. Gelukkig zijn er dat ook heel wat. En wat ook belangrijk is trouwens, als we gaan kijken, um, hier was het op procent gesorteerd, maar als we gaan kijken naar de totale winst of de totale verlies. Dan is het Nio met bijna 1700 euro in de min. Of Alibaba met bijna 1700 euro in de min. De twee Chinese bedrijven dus. Uh, die eigenlijk het grootste verlies leiden. En dat is nog geen 2000 euro. Terwijl als we gaan kijken bij de winst. zeg maar de partijen waar we wel rendement op hebben gemaakt tot nu toe. dat daar gelukkig. Um, maar een paar bedrijven onder de 2000 euro zitten en dan een paar boven de 2000 euro, waarvan vooral Tesla uitschiet met 144.000 euro in de plus. Um, op dit moment 96.000 euro waard. Dus dat is raar dat ik meer in, de winst, meer in de plus sta dan dat het waard is. Maar dit is onder andere dat aandeel geweest waar ik die 50.000 euro heb uitgehaald. Omdat ik het aandeel gewoon. Eigenlijk overgewaardeerd vindt op dit moment. Het is heel interessant, het bedrijf, heb ik ook al eerder gezegd. Maar ik denk dat mensen het eigenlijk nu te veel betalen. Het is nu heel populair. Het gaat goed met de productie, met de, met de omzetten. De winstgevendheid neemt toe. Uh, de nieuwe fabriek in Berlijn, de nieuwe fabriek in Austin, Texas. Die zijn er nu allemaal, die worden opgestart. Er is dus gewoon heel veel goed nieuws rondom het aandeel. De deal met Hertz bijvoorbeeld. Maar ik denk niet dat dat nog in verband staat, in verhouding staat. Met wat mensen nu bereid zouden moeten zijn te betalen voor Tesla om ook in de komende jaren een rendement te behalen. Dat is dus voor mij een reden geweest om een gedeelte van mijn aanleden te verkopen. Nu heb ik al 100 en die houd ik gewoon nog een tijdje aan. Wat verder opvalt, Intel ook iets voor de komende tijd, waar ik in geloof. Zoals ik vaker zeg, chips, denk ik dat die gewoon heel belangrijk blijven de komende tijd. Intel zien we ook dat ze niet alleen maar eigen chips gaan maken, maar ook fabrieken gaan maken waar ze chips van andere mensen maken. Dus als iemand anders een ontwerp aanlevert, maken zij de chip ook heel belangrijk. Eigenlijk een beetje wat TSM doet. Square, hard afgestraft, staan we nog net in de plus. Um, nu het aandeel zo rond de 164 dollar, volgens mij een paar maanden geleden naar 240 dollar. Um, wel echt een betaaldienst um, waarvan ik denk dat het in de toekomst steeds meer mensen het gaan gebruiken. Om die reden heb ik het en houd ik het ook vooral nog. Adifica, bedrijf met zorgvastgoed, waar we het straks over ontex hadden met vergrijzing of veroudering. Is het eigenlijk ook met Adifica zo? Um, ik wil wel vastgoed hebben, maar dan wil ik wel vastgoed hebben waarvan ik denk dat het in de toekomst ook nog heel belangrijk wordt. Dus geen winkels in een winkelstraat, want dat is een beetje lastig vind ik. Wel bijvoorbeeld um, zorgvastgoed. Waar mensen op een oude dag gaan zitten. Zijn ook vaak contracten voor 30 jaar of zo. Die ze hebben. Dus heel erg stabiel. Vind ik heel interessant. En de andere het staat er meteen onder. Prologis, Dat zijn juist de grote gebouwen. Zoals Coolblue, Bol.com, Alle grote warenhuizen. Zeg maar op industrieterreinen. Die, die zijn onder andere van Prologis. Ook dat is vastgoed waar ik in geloof. Ook daar staan we dus wel uh, bijna 82% in de plus. Al lange tijd trouwens niets meer bijgekocht. Misschien weer een keer een goed moment om binnenkort te gaan kijken. wat ik van het aandeel en de waardering vind. Uh, Meta-platforms, oftewel Facebook. Ik ben zelf helemaal geen fan van Facebook. Ik heb geen Facebook. Maar um, ja, als gebruiker zijnde doe ik er niets mee. Privacy vind ik ook nog wel een issue. Maar als belegger zijnde is het gewoon een bedrijf. Uh, en ook als ondernemer zijnde, ik weet gewoon wat, hoe makkelijk het is met Facebook... om advertenties te maken, om de mensen te bereiken die je wilt bereiken. Er zit heel veel waarde in. En ook als belegger zijnde, een positie die ik volgens mij laatst ook nog uit heb gebreid... omdat ik denk, ondanks de huidige koers, denk ik nog steeds... dat er gewoon ja, heel veel potentie in het aandeel zit. Ik denk dat het hoger gewaardeerd zal worden de komende jaren. Um, dat het nu gewoon weer even tegen zit, juist door alle privacy-issues... dat dat effect heeft op de koers... Ik heb het al een tijdje en ik sta nu zo'n 38% in de plus. Oftewel 2500 euro zoals we hier zien. En scrollen we iets verder naar beneden. En dan heb je misschien straks, heb ik hier wat uitgelegd over Tesla. Maar stond het net achter mijn eigen, eigen plaatje. Dus hopelijk kun je het dan nu zien. Um, dan Apple, ook een aandeel dat ik al lange tijd heb. Heel interessant, maar mogelijk ook wel overgewaardeerd. Dus een aandeel dat ik geen positie van uit ga breiden. Maar waar ik gewoon mijn positie van aanhoud. We zien nu dat iedereen... Ja, iedereen is bereid ook veel te betalen voor Apple-producten. Um, ik denk ook dat ze steeds meer met software of met abonnementen gaan doen. Dus de winstgevendheid zie ik ook nog wel toenemen. Dat is ook de reden dat ik het aanhoud. Zo'n iets meer dan 50% in de plus. Basic fit. Eerder dit jaar had ik hier nog 400 aandelen. Daar heb ik al een keer um, verkocht dus. Staan nu nog zo'n ja, 3000 euro in de plus. In totaal 7500 euro. Um, een aandeel wat ik. Volgens mij iets na de crisis heb gekocht. Ik weet niet of je hier nog het gemiddelde aankoopkoers zien, ja van 24. Volgens mij is dat ook een beetje een vertekend beeld, omdat ik eerst een stukje heb verkocht, toen weer 50 aandelen heb gekocht, en naderhand die 50 weer heb verkocht. Dus, um, maar rond de 20 heb ik in het begin gekocht, omdat je gewoon ziet, scholen die ze openen, daar hebben ze eigenlijk volgens mij binnen drie jaar verdienen ze die terug. En juist nu eigenlijk vanwege corona, denk ik juist dat uh, het model van Basic Fit alleen maar ja, beter is geworden. Omdat het gewoon een groot bedrijf is wat makkelijk kapitaal ophaalt. Wat dus ook makkelijk een eventuele lange sluiting nog kan volhouden. En dat het juist die kleine, individuele, particuliere sportscholen zijn... die het heel lastig hebben. Die misschien als corona voorbij is en steun wordt afgebouwd... zijn leningen moeten gaan terugbetalen. Dat dat bedrijven zijn die helaas failliet zullen gaan... En welk bedrijf gaat daar zeker van profiteren? Nou, dat is Basic Fit. Dus om die reden heb ik Basic Fit. Vind ik het ook heel interessant om het nog aan te houden. Omdat het ook, ze zijn van plan ook in Europa heel veel sportscholen nog te openen. Ze zitten nu eigenlijk vooral Nederland, België, Frankrijk. Ze gaan richting Spanje, misschien wel ooit richting Duitsland. Natuurlijk zijn er heel veel sportketens, sportschoolketens in Europa, maar basic fit is echt iets die aan de onderkant zit, richting het budget, sporten eigenlijk. Dus ook daar zie ik gewoon kansen. Um, is ook vaak makkelijk marktaandeel te behalen, dus het ziet er gewoon heel positief uit, vind ik. Een reden dat ik dus het aandeel heb en ook nog steeds houd. Um, over de huidige positie, misschien dat ik uit ga breiden, maar ik weet dat nog niet zeker. Ik zie wel dat het vaak zo, de laatste tijd tussen de... 44 euro en 36 euro schommelt. Dus ja, even kijken als het een keer weer daalt... om mogelijk nog een positie dus hierin uit te breiden. En dan komen we natuurlijk aan bij Tesla. Vaak besproken, zojuist ook al besproken... dat dat het meeste rendement heeft opgeleverd. Um, iets waar ik jaren geleden mee begonnen ben. Eerste aandeel kocht ik voor 345 dollar. En dat was voor de split. Toen is het nog een keer gedeeld door vijf, dus een aandeel. Als we gaan kijken... De gemiddelde aankoopkoers staat hier op 442, maar dat heeft te maken met iets met de Giro, die hebben iets omgezet ooit. Ik weet dat ik toen de 100 aandelen die ik heb um, en de 175 die ik had, gekocht heb voor ongeveer 100 dollar. Dus in totaal had ik er 17.000 euro ingestopt gedurende drie of vier jaar geloof ik. En dat was op een gegeven moment 100%. 75.000 dollar waard of zo keer 10 is het gegaan, en dat was voor mij de reden toen het aandeel ook 1200 euro of 1200 dollar eerder dit jaar aantikte. Om nog eens goed te gaan kijken, een waardering te maken en denken: wat zijn mijn verwachtingen voor de komende jaren en wat zou dan een eerlijke waardering zijn over een aantal jaar. Nou, ik kwam dan uit op 600, 700 dollar, 800 dollar op dit moment, dus voor mij was dat het moment om ook winst te gaan nemen. Juist ook omdat Tesla, dat is nu nog steeds zo, als je kijkt. Bijna 100.000 dollar of 100.000 euro op een, push, of op een portfolio van 200.000 euro. Dus nu is het ongeveer de helft van mijn vermogen van ja, bij de Giro zit in één aandeel. Dat was dus nog veel groter. Ook heel belangrijk om dan gewoon te beseffen: van het heeft misschien nog, kan nog wel een keer 10 keer gaan. Die kans is in ieder geval een stuk kleiner dan dat het ja, was, een paar jaar geleden. En het wordt dan zo'n belangrijk deel van je portfolio. Um, als het een keer slecht gaat op de beurs, gaat dit nog waarschijnlijk, denk ik, veel harder onderuit. Dus juist heb ik daar mijn positie verkleind. En de winst daarvan heb ik gepakt. En onder andere eh, mijn aandelen in, of ja, mijn ETF's heb ik eigenlijk uitgebreid. VWRL hier, de middelste, heb ik uitgebreid. Inmiddels 200 eh, aandelen hiervan. Zo'n 20.000, 21.000 euro. Dit is een breed gespreide ETF die wereldwijd belegt. Dus eh, dan volg ik gewoon eigenlijk heel de markt. En dat is iets wat ik. Ja, meer wil gaan doen, waar ik meer geld in wil investeren. Juist hierboven wat, af en toe wat winst te nemen. Om dan eigenlijk een stabiele basis te leggen. Dat is altijd het idee geweest. Alleen omdat juist sommige aandelen zoals Tesla. heel hard zijn gegroeid. Heel veel winst op heb gemaakt. Is dat een beetje een vertekend beeld geworden. Um, dan wil ik niet al die posities sluiten. Maar ik wil ze wel verkleinen. Af en toe winst nemen. En dat is juist verschuiven naar onder andere deze ETF's die ik al heb. En als we kijken naar die ETF's, dat zijn dus, dus drie. Dat is uh, videogaming en e-sports, oftewel de ESPO van Vector, of uh, van VanEck bedoel ik, de ETF. 30 stuks, eerder dit jaar geloof ik gekocht, 15% in de plus. Uh, Vanguard All World, beter bekend als VWRL, 15% in de plus. Maar dit komt natuurlijk ook omdat ik pas geleden, volgens mij, deze positie dus verdubbeld heb. Dat heeft natuurlijk ook impact op, het, uh, ja, op de winst, of in ieder geval het percentage. En dan hebben we eigenlijk. Um, waar VWRL dus wereldwijd gespreid is, hebben we het bij deze ETF van Vanguard, dat is uh, VUSA is dit zeg maar, afgekort, Tikkersymbol. Dit is juist helemaal gericht op de S&P 500, helemaal gericht op Amerika. Uh, die heb ik een tijdje geleden gekocht, heb ik naderhand die positie niet meer uitgebreid, omdat natuurlijk via VWRL beleg je ook in Amerika, ik geloof ik zo'n 60%. Van de waarde die hierin belegd wordt, komt in ieder geval in Amerikaanse bedrijven terecht. Maar hier zien we in ieder geval, omdat ik er ook lange tijd niets meer in heb gelegd, dat we in ieder geval het rendement bijna 50% hebben behaald op deze positie. En dan hebben we daarmee eigenlijk al mijn posities uh, op dit moment besproken. Of in ieder geval niet allemaal, maar wel een beetje doorgegaan. Vooral denk ik wat belangrijk is: zo ziet het er op dit moment uit. We hebben enorme mooie rendementen gezien het afgelopen jaar. Er is natuurlijk geen garantie dat we dat volgend jaar weer gaan krijgen. Ik hoop natuurlijk wel dat mijn portfolio met meer dan 15% kan toenemen. Maar de kans is natuurlijk aan de ene kant niet heel groot. Um, ik denk dat het vooral interessant is om te zien van welke aandelen heb ik. Een keer goed nadenken van waarom heb ik ze of waarom heb ik ze juist verkocht. Want daar kunnen we natuurlijk ook heel veel van leren van elkaar. En dat kun je natuurlijk ook doen via de reacties onder deze video. Als je nog tips hebt, suggesties, vragen misschien ook wel. Laat ze achter in de reactie onder deze video. Ik kan niet altijd um, antwoord geven, want ik mag bijvoorbeeld geen advies geven. Maar ik lees het wel allemaal. Dus misschien dat andere kijkers wel met jou een reactie kunnen geven waar je naar op zoek bent. En dan weten we in ieder geval hoe we het jaar ongeveer gaan afsluiten. De beurs is nog een paar dagen open. De verschillen zullen waarschijnlijk niet heel groot zijn. Dus laat ik in ieder geval hopen dat het niet heel veel verschil gaat worden. En dan hebben we in ieder geval weer een basis waar we volgend jaar dus op vooruit kunnen gaan. En dan komen we daarmee aan bij het einde van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Niet alleen het kijken naar deze video, maar het kijken naar alle video's dit jaar. Um, ja, we hebben weer heel wat video's gemaakt, heel wat meegemaakt dit jaar. Het was een heel interessant beursjaar, zoals gezegd. Laten we ook hopen dat er volgend jaar... Er heel veel positief nieuws komt. Er komt natuurlijk een keer een moment dat het wat minder gaat op de beurs. Ook dan blijf ik natuurlijk gewoon video's maken. Want het gaat juist om vermogen opbouwen op de lange termijn. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Dan wil ik jou een hele fijne jaarwisseling wensen. En dan hoop ik jou volgend jaar weer terug te zien.